Op de stip Wouter Bos en Geert Wilders. Meneer Wilders, de islam vormt een bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Dat is absoluut waar. De islam is een gewelddadige en alles overheersende ideologie. En daar hebben we een groot probleem mee. Wordt ons ook door de strot geduwd door die massa-immigratie waar de Partij van de Arbeid verantwoordelijk voor is. En we zien het ook iedere dag opnieuw in Nederland, zien we het gebeuren. Groepen moslims, vaak Marokkanen, die geen enkel respect hebben voor alles wat niet moslim is. Of het nou joden zijn, of christenen, of wie dan ook. Daar hebben ze geen enkel respect voor. Ze zorgen voor overlast, ze zorgen voor criminaliteit, ze zorgen voor intimidatie en geweld. En ik zeg, genoeg is genoeg. We moeten voor de mensen geen enkele immigrant meer erbij uit moslimlanden. En voor de mensen die er al zijn, zeg ik, als je je aanpast aan de Nederlandse wet en aan de Nederlandse normen en waarden, ben je welkom om te blijven. Maar doe je dat niet, dan ga je de gevangenis in en wat mij betreft het land uit. Genoeg is genoeg. We moeten zorgen dat moslims zich een keer aan Nederland aanpassen en niet andersom. Wat we nodig hebben is een trotser en een veiliger Nederland. Wouter Bos, het woord is aan u. 1 minuut. Meneer Wilders, in Nederland vandaag de dag zijn er moslimburgemeesters die homo's trouwen en katholieke priesters die homo's weigeren. Dat is de realiteit vandaag de dag. En dat betekent voor mij 1 ding. Dat we op moeten komen voor die homo's en hun vrijheid moeten verdedigen tegenover iedereen die hun vrijheid aan wil tasten, of dat nou een moslim is, of een christen, of een ongelovige. Ieders vrijheid is in Nederland evenveel waard. En ik zal altijd uw vrijheid verdedigen om de islam te bekritiseren, net zo hard als de vrijheid van een ander om de islam te mogen beleiden, mits hij of zij zich maar aan de wet houdt. Ik wil een Nederland waarin moslima's over straat kunnen lopen met hoofddoekje, zonder angst. Waarin homo's over straat kunnen lopen, hand in hand, zonder angst. Waarin joden met een keppeltje de straat op kunnen gaan zonder angst. Omdat die vrijheid, de vrijheid om niet bang te hoeven zijn, het grootste goed is wat wij in Nederland hebben. En als die wordt aangetast, ben ik de eerste om haar te verdedigen. Maar wel voor alle Nederlanders. Meneer Bos. Ik wil wel een vraag beginnen. Meneer Bos, meneer Wilders legt een verband tussen criminaliteit en de opkomst van de islam. Ja. Volgens mij hebben we zeker te maken, dat zijn gewoon harde feiten, dat met name onder Turkse en Marokkaanse jongeren, ook rondom Antilliaanse jongeren, sprake is van onevenredig hoge deelname aan criminele activiteiten. Ik heb geen flauw idee of dat met de Koran te maken heeft of met hoofddoekjes. Ik geloof het allemaal niet. Het heeft vooral te maken met falende ouders die die jongens en meiden, het zijn vaak jongens, slecht opvoeden. Het heeft ook te maken met politie die vaak onvoldoende ingrijpt. En op al die gebieden waar we dat wel doen, zien we dus ook resultaten. Want in het filmpje wordt net gezegd dat samenscholingsverboden niet helpen. In Utrecht, het Kanaleiland, werd 2 jaar geleden, omdat het uit de hand liep, een samenscholingsverbod ingesteld. Dat is 1 jaar geleden weer opgeheven. Omdat die jongeren worden opgepakt. Natuurlijk. Maar niet alleen worden opgepakt. We zetten ze ook op school. We zorgen dat ze niet spijbelen. Ze krijgen een opleiding en ze maken er wat van. Meneer Natuurlijk, meneer Bos. Gaat u gaan. Gaat u gaan. Natuurlijk heeft het te maken met de islamitische cultuur en met de islamitische ideologie. Het zijn geen hindoes of christenen die de straten van Nederland onveilig maken. En u wil bezuinigen op politie. U heeft ervoor gezorgd. Wat is die verrijking van Nederland? Die polygamie, die vrouwenbesnijdenis, die allemaal die verschrikkelijke dingen die we daarvan hebben. U faciliteert het allemaal en we moeten er vanaf. En u spreekt met 2 monden, meneer Bos. U zegt een heel mooie tekst, maar tegelijkertijd laat ik u een aantal voorbeelden noemen. Er is een gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid in Amsterdam die heeft gezegd: homoseks is hetzelfde als liegen. Er is een PvdA-afdeling in Rotterdam, de afdeling Feyenoord, waar mensen worden geïntimideerd en geterroriseerd door PvdA-leden van Turkse afkomst die nu politiebeveiliging nodig hebben. Uw eigen PvdA-er Marcouch wil moslimghettos in Amsterdam en wil islamitisch lesgeven op openbare scholen. En als laatste, uw partij, meneer Bos, uw partij foldert en heeft posters, wat u ook zegt, in verschillende steden in Nederland, in het Arabisch, niet in het Nederland. U vertegenwoordigt niet de Partij van de Arbeid, maar de Partij van de Arabieren. Meneer Wilders. In een grote partij als de Partij van de Arbeid gaan ook dingen mis en die stellen we aan de kaak. En dan zorgen we dat het niet meer voorkomt. Net zo goed als bij de PVV, een Kamerlid voorkomt dat een barkeeper bedreigt en daar dan publiekelijk zijn nieuwe voor moet aanbieden. Dat is niet gebeurd. We hebben allemaal. Maar waar het mij om gaat, is niet gebeurd. Ik wil dat u dat niet zegt, want er is niemand bedreigd. Als u bewijs heeft, moet u dat afmaken.
Waar het mij om gaat, is dat ik denk dat we dit land alleen maar vooruit helpen als we ophouden te denken in termen van moslims en niet-moslims. Als Afellay ons deze zomer naar het wereldkampioenschap toeschiet in Zuid-Afrika, heeft het niks te maken met dat hij moslim is, maar gewoon een goede voetballer. Net zoals Ali B. gewoon goede grappen moet maken en Abu Talib een goede burgemeester moet zijn. Dat is wat we verwachten. Ik wil denken in termen van burgers die meedoen en zich een beetje behoorlijk gedragen, en burgers die dat niet doen. En wat hun godsdienst is, daar ga ik niet over en daar wil ik niet over gaan. Maar wat u niet... Wat u ondanks deze woorden niet wegpoetst, meneer Bos, is dat niet-westerse allochtonen, helaas vaak moslims, oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. De helft van de jongere Marokkanen is bekend bij de politie in Rotterdam. Als het gaat in de criminaliteit, maar ook in de uitkeringsafhankelijkheid. Somaliërs zijn 23 keer vaker afhankelijk van de bijstand. En weet u wie dat betaalt, meneer Bos? Ik zal het u zeggen. Dat is die hardwerkende Nederlander. Henk en Anja betalen voor Ahmed en Fatima. Ja. En dat is... Maar u en ik zijn het niet oneens over het feit dat het een groot drama is dat de criminaliteit en onveiligheid in Nederland nog steeds onevenredig veel veroorzaakt wordt. Uw multiculturele droom is dat, meneer Bos. De jongeren van alle grote afkomst. Puinhoop. Maar waarin ik met u verschil, is dat ik denk dat de mensen die het hardste nodig hebben om daar wat aan te doen, dat zijn al die moslims die het wel goed doen in Nederland. Dat zijn die moslims die nu al onze mbo- en hbo-opleidingen bevolken. Dat zijn onze tandartsen, accountants, monteurs, bakkers en slagers van de toekomst. En als we die links laten liggen, omdat u doet alsof ze niet bestaan, dan kunnen we het echt vergeten met integratie. Meneer Bos. Meneer Wilders, ik heb u tot slot allebei één korte vraag. Meneer Bos, de mensen die het in Nederland goed doen, of ze nou moslim zijn of niet, die waarderen wij ook. Maar u moet niet ontkennen dat het gros, een hele hoop van die mensen, kijk naar de statistieken, het niet goed doen. Ga naar Den Haag, ga naar Gouda, kijk naar wat is gebeurd met de burgemeester van Zaltbommel, kijk naar Culemborg. Het is helaas Marokkaans tuig wat het in de straten en steden van Nederland verziekt. En zolang u dat niet gelooft, staat het hoofdkantoor van uw partij niet in Amsterdam, maar in Mekka. U sluit uw kaart. Meneer Wilders, tuig moet opgepakt worden, ongeacht hun religie, ongeacht waar hun ouders geboren zijn, ongeacht hun huidskleur. Het gaat mij om het probleem en het effectief op te lossen. Niet om mensen in de hoek te zetten. We gaan dit debat plenair voortzetten. En u weet het, u kunt nog steeds op onze website 1vandaag.nl stemmen voor de beste debater tijdens dit debat.